En ik geloof dat dit dagen zijn waarin gelovigen meer als ooit biddend moeten zijn. Bidden en vasten is een Bijbels iets. Nou wil ik wel van vasten zeggen, vasten is je vriendschap met God. Vasten is je vriendschap met God. Bidden is je communicatie. Bidden is proclamatie. Bidden is dingen uitspreken. Het is ook God dingen vragen, maar het is ook zo'n woord beleiden. En eigenlijk horen christenen altijd biddende en vastende te zijn. En met vastende bedoel ik je tijd die aan God geeft, je vriendschap met de Heer. Ja. En van vasten wil ik dit zeggen, we vasten niet om dingen te veranderen. Dat is niet de bedoeling van vasten. De bedoeling van vasten is vriendschap met God. Jezus heeft het gezegd. Hij heeft gezegd, ik ben er. De fariseeën die vroegen Jezus, waarom vasten jouw discipelen niet? En dan zegt Jezus, waarom zullen ze vasten? Ik ben hier. We fellowshipen met elkaar. We zijn vrienden. Hij zegt, maar de tijd komt dat ik weg ben, dan zullen ze vasten. En hij is inderdaad van ze weg geweest voor een poos. Maar de Heilige Geest is teruggekomen. En nu mogen we vriendschap met de Heilige Geest onderhouden. En je tijd apart zetten met hem om met hem te fellowshipen. En ieder moet zelf bepalen hoe lang dat is. Ja, sommige mensen vasten een uur. Ja, dat kan. Dat je een uur helemaal bij de Heer alleen bent. Er zijn er die vasten een halve dag. De Bijbel geeft geen lengte aan. Vasten is iets wat jij doet uit je verlangen naar God en vriendschap met God. Ik lees nergens in de Bijbel in het Nieuwe Testament, je moet zo lang vasten. Nee, omdat het is vriendschap. Dat is iets wat komt uit je hart. En de ene doet het een uur, die zegt, ik vergeet alle eten, alle drinken, ik ben al met God. Mijn ontbijt, ik heb geen tijd voor mijn ontbijt. Een andere zegt, ik ga door, ik heb niet eens tijd voor mijn lunch. Ik ben met God in vriendschap. En dat is vasten, je tijd met de Heer. Bidden is weer kan weer anders gericht zijn. Bidden is om iemand anders te helpen. Bidden is, ik bid voor hem. De Bijbel zegt, bid voor alle mensen. En dit zijn hele belangrijke dingen. Als we vasten verkeerd toepassen, zal het niet werken. Sommige mensen denken dat door te vasten God dingen gaat doen. Is niet waar. God doet dingen omdat Jezus gestorven is. Het is volbracht. Dat is de basis waarop God dingen doet. Soms als iemand ziek is, hoor ik mensen zeggen, laat ons gaan vasten. Ja, waarvoor? Omdat God de persoon geneest? De wil van God is dat die persoon geneest. Gods wil is altijd om iemand te genezen. Het is volbracht. Als iemand ziek is, hoef je niet te gaan vasten voor de persoon. Je moet gaan geloven dat het volbrachte werk doorbreekt in dat leven. Er is veel misvatting over vasten. Maar Jezus heeft het gezegd, het is vriendschap met God. En dan kan God ook inderdaad richting geven in dingen. In sommige zaken heeft God al richting gegeven. Je gezondheid heeft God al richting ingegeven. Je overwinning heeft God al richting ingegeven. Dus vasten is je vriendschap met God. Erg, erg belangrijk. En hoe lang je het doet, moet ieder zelf weten. Toch zijn dit dagen om biddende en vastende te zijn. En wij gaan toch, ik wil je toch even inspireren aan gaan het bidden. Pastor Heer, maar misschien kan je erbij komen. Want er is een woord wat mij heel aangrijpt. En het woord is strijdend bidden. Strijdend bidden. Ja, strijdend bidden. De gemeente van de Heer moet nu strijdend biddende zijn. Pastor Irma, welkom. En hoewel we fysiek... Goedemorgen allemaal. Ja, perfect. Beetje apart zo. Ja. Maar toch, verbonden in Christus. Amen. En hoewel we fysiek niet bij elkaar kunnen zijn... Nee, dat is wat ik bedoel te zeggen. Precies. Normaal gesproken ben je gewend om... Al die... Ja, tegen al je broeders en je zusters en al de mensen hier. En nu, ja... Lege stoelen, maar ja. We weten dat we toch contact hebben. Precies. Via de livestream. Wow. Het is even schakelen, maar... Mooi, hè? Dat is, dank God dat we een livestream hebben. We mogen daar heel dankbaar voor zijn. Ach, dank... Absoluut. Ja. Want wat een middel is dat op dit moment om toch de blijde boodschap bij de mensen te brengen. In een tijd van wanhoop, dat er toch hoop is en... om contact met elkaar te houden. En ja, ik geloof dat dat enorm belangrijk is. Gigantisch. Want... Gigantisch. Ja, dank God voor die open deur die heeft gegeven. Absoluut, absoluut. En dank God dat we hebben geïnvesteerd in deze dingen door de jaren. Want wij hoefden nu niet
hals over kop te rennen om weer een camera aan te schaffen en livestream te organiseren. We hebben het staan. En dat is dankzij de liefde en steun van alle gelovigen die een visie hebben om de boodschap van Jezus Christus naar deze wereld te brengen. Wij geloven dat dit dagen zijn voor de gemeente om meer als ooit biddend te zijn. Heel erg belangrijk. Maar niet gewoon smeekbeden, oh God, nee. Ik heb het hierop geschreven. Strijdend biddend te zijn. Strijdend bidden. Amen. Militant. Militant. Het heeft te maken met autoriteit. Ik herhaal het. Strijdend bidden. De Bijbel zegt strijd de goede strijd van het geloof. Ja. Dus dan zal je gebed ook strijdend moeten zijn en vol van geloof. Amen. We hebben met een vijand van doen. De boze duif, de duivel is overwonnen. Maar goed, hij biedt weerstand op allerlei methodes. Mm-hmm. En hij komt in allerlei vormen naar mensen toe. Mm-hmm. En wij horen strijdend vanuit de overwinning eigenlijk hem klem te zetten. Wat wil je daarvan zeggen? Amen. Nou, je zei net, hoorde ik je zeggen, dat als je vasten niet goed toepast of op de verkeerde manier toepast, dan werkt het niet. Dan heeft het geen zin. En ik geloof, dat geldt eigenlijk voor alles. Alles wat je verkeerd toepast, dat werkt niet. Ik bedoel, als je probeert drinken te drinken met een rietje door je neusgaten, dan werkt het ook niet. Nee. En ik geloof ook voor gebed. Als je gebed niet goed toepast, dan gaat het ook niet werken. Nee, is absoluut zo. En wij zien, ik ben toch heel erg blij en dankbaar. We zien toch in de tijden van benauwdheid en tijden wanneer het moeilijk is, dat men eerder geneigd is om te gaan bidden dan wanneer alles goed gaat en wanneer alles loopt zoals we eigenlijk zouden willen. Maar ik ben zo blij en dankbaar dat de Heilige Geest ons heeft leren bidden in momenten dat het wel goed was en alles wel goed liep. En dat helpt ons nu enorm om ook te bidden en strijdende te zijn, juist wanneer het moeilijk is. Omdat je gezien hebt de resultaten en het effect van gebed wanneer alles goed was, mogen we nu ook de effecten en de resultaten verwachten wanneer het heel erg moeilijk is om ons heen. Absoluut. En één ding ben ik zo van overtuigd, dat we moeten weten hoe te bidden. Er zijn verschillende vormen van gebed. Ja. Verschillende vormen. Er is een moment dat je God aanbidt, dat je hem looft, dat je hem prijst, dat je zijn goedheid proclameert, dat je dankbaar bent, je dank uitspreekt naar God. Maar net zoals je zei, er is een reële vijand. Er is een reële vijand die erop uit is om de mens strategisch kapot te maken. Strategisch. Ja. En de Bijbel leert ons dat er ook een vorm van gebed is, dat we niet tot God spreken, tot God aan God vragen, bedelen, roepen. Maar dat er een vorm van gebed is waarin de gelovigen kunnen en moeten opstaan. Omdat de Bijbel zegt, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten en duistere machten. En daarin moeten wij opstaan. Wauw. Opstaan. Met het geloof wat God ons gegeven heeft. Ieder wederom geboren christenen heeft een zekere mate, heeft de maat van geloof ontvangen om daar iets mee te doen. En met dat geloof, het is geloof wat van God komt, het is bovennatuurlijk geloof, maar in dat geloof kunnen wij opstaan. En wij moeten altijd bidden vanuit het woord van God en met het woord van God en door het woord van God. Alles moet in lijn zijn met de wil en het woord van God. Mag ik even interrumperen? Want je zegt zoveel krachtige dingen. Jij zegt, er is een vorm van gebed, aanbidding, dat je tot de Vader praat. Maar ik hoor je zeggen dat er ook een vorm van gebed is, dat je niet tot de Vader praat. Dat het niet is, o Vader, want ik hoor heel wat gelovigen bidden, o Vader, terwijl de vijand aangevallen moet worden. En ik hoor jou hier zeggen dat er is een vorm van gebed, dat je inderdaad tot de Vader praat en de Zoon en de Heilige Geest. Maar er is ook een dimensie van gebed dat je te doen hebt met machten, want je zegt het verrekte mooi. Je hebt te doen met machten, met overheden. Dan moet je niet met de Vader praten, maar dan moet je die dingen aanspreken in Jezus' naam. Omdat de Heer ons heel duidelijk geleerd heeft en laat zien vanuit zijn woord, dat hij ons macht heeft gegeven. Wow.
Wij moeten heersen. Ja. Wij heersen niet over mensen. Nee. Maar we hebben macht gekregen over de duistere machten. Door de overwinning die Jezus Christus heeft behaald. Wow. Die overwinning is ook onze overwinning. En als we zien dat er aanvallen zijn. Of als we zien dat er weerstand is. Moeten wij opstaan in die autoriteit die ons gegeven is. En niet naar aan de Vader... op onze knieën vallen en zeggen, oh Heer, alstublieft, verlos ons. Ja. Hij heeft ons over de verlossing gebracht. Precies. En hij heeft ons nu die macht gegeven dat we kunnen opstaan. Ja. En we zien het ook heel duidelijk in het leven van Jezus. In de storm sprak Jezus niet tot zijn Vader. Oh, wat is dit mooi. In de storm stond Jezus op en hij sprak tot die storm. Wow. Jezus leert ons ook zelf dat als daar bergen zijn... Spreek tot die berg. Hij zegt niet, spreek tot mij. Nee. Hij zegt ook niet, vraag je Vader. Nee. Hij zegt, spreek tot die berg. Wow. Dus er is een vorm van autoriteit aan de gelovigen gegeven om op te staan. Dit moet elke gelovige pakken. En ik geloof, de tijd waarin we leven, is dit zo belangrijk. Het is een kwestie van leven en dood. Ik geloof, of we laten ons leven leiden door angst en vrees... Ja. Of we laten ons leven leiden door het geloof wat wij hebben ontvangen. Wow. En wat is het dan mooi en krachtig. Mm-hmm. Om de tijd waarin we leven, de uitdagingen die er zijn in deze wereld. Om op te staan in dat geloof. Yeah. En in die autoriteit. En te zeggen, ik weet wie ik ben in Christus. Wow. Ik weet wat ik heb ontvangen. En ik ga vechten met het wapen wat ons is gegeven. Wat een mooi onderwijs, hè. Eigenlijk is het precies hetzelfde. Een politieagent... Net aan te denken. Ja. Heel mooi voorbeeld. Een politieagent ziet iemand die in overtreding is. Ja. En hij belt zijn baas op en zegt, baas, iemand is hier in overtreding. Wilt u hem aanhouden? Ja. Ik denk dat die baas, dat de commandant van zo'n agent zal zeggen, waar ben jij mee bezig? Maar eigenlijk is dat, het is vervelend om te zeggen, maar dat is wat heel wat christenen doen. In plaats van eigenlijk die overtreding... het aan te pakken in Jezus' naam, gaan ze met de Heer praten. En dat is zoals ze zijn onderwezen. Daarom is het juiste onderwijs zo belangrijk. Wij verwijten niks, want we hebben die dingen ook moeten leren. Dus we verwijten niemand. Maar we proberen wel een waarheid over te brengen. Ik herhaal, wij verwijten niemand. Want ik heb ook op een bepaalde wijze leren bidden toen ik naar de kerk ging. En ik moest dat... gaan corrigeren gaandeweg van, hey, maar God zegt het anders. Zie je, de Bijbel praat over gewoontes die van mensen zijn en regels die van God zijn. En in Jezus zijn dagen waren ook gewoontes die mensen toepasten die niet echt van God waren. En hij zegt dat ook tegen de mensen, je moet gaan bij het woord van God. Dus we verwijten niemand, we proberen te helpen. Als je bidt en het is de hele tijd, o vader, het is goed om tot de Vader te bidden, is prima. Maar als je een macht moet aanspreken, dan moet je geloven wat de Vader je gegeven heeft. Ja, amen. Elke goede politie, elke agent die echt een agent is, kan zich identificeren. Ja. Van, ik heb het bewijs en ik heb de macht gekregen om jou aan Precies. te houden. Precies, Je kan het aan zijn uniform zien, hij heeft een bewijs legaal agent is en dat hij het recht heeft om iemand aan te houden. Oh man, maar wij is zijn mooi. Ook bekleed. Ja. Wij hebben de identiteit van Jezus Christus gekregen. Mooi, hè? We hebben het panzer van gerechtigheid wat ons de autoriteit geeft om tegen sommige zaken te zeggen stop. Ja, mooi. Ho. Mooi. Dus dit is een moment, ik ben blij met dit onderwijs, dit is een moment voor de gemeente van de Heer. En zeker alle levende steenders om strijdend te bidden. Dus niet, oh God help ons, oh God help ons. Nee, want hij zegt, wat jij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel. Wat jij op aarde losmaakt, zal losgemaakt zijn in de hemel. En de grond tegen zichzelf, wat al is gebonden in de hemel, kan jij binden op aarde. En wat al is losgemaakt in de hemel, kan jij losmaken op aarde. Dus wij moeten weten wat de hemel gebonden heeft en wat de hemel losgemaakt heeft. Amen. En dan hier beneden het doen. En er staat wat jij bindt. Er staat niet wat God bindt. Er staat niet wat Jezus bindt. Er staat wat jij bindt. En ik ben zo dankbaar dat we dit onderwijs kunnen geven, want je hebt het vandaag de dag nodig. En ik roep alle levende steners op,
Niet alleen om woensdagavond in gebed te zijn. Logisch, je bent altijd in gebed. Dit is een biddende kerk, dat weet ik. Maar meestal zeggen wij woensdagavond is dan onze gebedsavond. Maar laat elke dag het strijdend gebed krachtig in je leven zijn. En dat je tegen ziekte en zwakte en ook corona zegt, je bent overwonnen in de naam van Jezus. Ik geloof, wereldwijd doen christenen dit, hè. Wereldwijd doen christenen dit. En ik geloof dat het impact zal hebben als we het op de goede wijze doen. Corona, je bent overwonnen in de naam van Jezus. Dus niet, o Vader, wilt u ons verlossen van corona? O Heer, help ons. Dat is niet het systeem. Het laat eigenlijk zien dat je niet beseft dat jij autoriteit hebt gekregen. Precies. En ik geloof dat je alleen corona kan aanspreken als je de openbaring hebt dat er iets of iemand is dat groter en sterker is dan corona. Wauw. En corona is maar een voorbeeld. Voorbeelden. Want er zijn zoveel dingen. Andere dingen, precies. Ik bedoel, er zijn heel wat andere dingen. Maar klopt. Goed, corona treft nu de hele wereld. Ja, dus het is een goed voorbeeld. Ja. Maar je kan alleen erboven gaan staan en in autoriteit uitspreken als je beseft dat er iemand is, in ons geval. Ja. Iemand. Ja. Jezus Christus. Die groter en sterker is dan corona. Ja. Want als je dat niet hebt, Jezus Christus is ons fundament. Ja. Jezus Christus is ons wapen. Amen. Jezus Christus. Dus in die naam. Ja. In die naam waarvan jij weet van, hey, die staat ver, vele precies. malen boven corona. Wow. Dan heb je de recht en dan heb je ook de vrijmoedigheid. Amen. Om op te staan in die naam en te zeggen, corona, jij bent overwonnen. Dit is zo mooi wat je zegt. Ja. En daar is vast ook belangrijk. Want anders kan je, want je kan ook opstaan vanuit angst en vrees. Precies. Je kan vanuit angst en vrees ook tot corona spreken. Ja, precies. Maar als jij het besef hebt dat Jezus Christus corona heeft overwonnen. Ja. Dan kan jij vanuit dat geloof, dat geloof, kan jij corona bestraffen. En daar is de kracht van vasten, je vriendschap met de Heer. Ja, amen. Amen. Je vriendschap met de Heer, waardoor je beseft van, al mijn autoriteit komt van u. Ja, mijn leven zit aan u vast. Ja. Zonder u kan ik niks. En dan zeg ik, vast is een goed ding, je vriendschap met de Heer. Maar je autoriteit, dat is iets wat jij doet. Ja, mooi, hè? Prachtig. Prachtig. Het kan, er is geen andere weg. Nee. Angst en vrees wint never nooit corona. Nee. Never nooit. Nee. Never nooit. Want dit is de overwinning. En kijk naar de wereld, want ze zijn een geweldig voorbeeld. Er zijn er genoeg. Wetenschappers, onderzoekers, laboranten. Alles staat op. En wil dat ding bevechten. Oh. Er zijn mensen die hun leven wagen om de mensen die besmet zijn te helpen. Zo, er zijn mensen die geloven, geloven dat dat ding te overwinnen is. Maar wij weten, eentje heeft al overwonnen. Amen. Eentje heeft al overwonnen. Wow. En dat geloof in die ene die al overwonnen heeft, dat zal ons de overwinning bijzonder brengen. De Bijbel zegt, dit is de overwinning. Dit is de overwinning die die wereld met alles erop en eraan overwonnen heeft. Wow. Ons geloof. Ons geloof.